K3 met Kusjesdag. En natuurlijk zijn die dames het gewoon om in een musical te spelen. Maar misschien is dat ook wel iets voor jullie, want de vakantie is nu bijna in de helft. Als je nog niet weet wat je de volgende helft gaat doen, wel luister dan nu goed. Want je kan misschien naar het musicalkamp in Hof, in het Hof van Hex. En de man die daar alles over weet is Bert Balkenende. En twee echte musicalsterren die dat al eens hebben geprobeerd zijn Sophie en Dries. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Bert, misschien even vertellen, jullie hebben dat kamp al een keertje gedaan begin juli, hè? Ja. Wat voor een kamp is het? Het is een kamp met vooral muziek, met dans en met spel. Dus eigenlijk de drie disciplines van musical. Ja. En ik denk dat we de meeste aandacht ook al besteden aan het zingen. Dus ook het echte technische deel van het zingen. Dus dat is Sonja Veenstra heeft dat gedaan. Dat is een collega die, waar ik zeg maar samen die week mee heb georganiseerd. En daarnaast heb ik het spel gedaan en we hebben ook daarnaast ook nog wel eens wat andere dingen gedaan. Dus een dansjuf ingehuurd. We hebben een middag zijn we creatief bezig geweest met decorstukken. En ja, dat was een beetje het programma van de week. Ja, dus alles om uiteindelijk een mooie show in elkaar te steken. Ja. En moeten kinderen dan kunnen zingen of dansen als ze daar aan willen meedoen? Nou ja, moet. Ik denk dat natuurlijk kinderen die niet houden van dansen niet aan het kamp willen nemen. Nee, want het zit er gewoon bij. Dat hoort natuurlijk ook bij musical. Kijk, het grote deel is wel echt de muziek en de tekst. Kijk, als je niet van zingen houdt, of denkt van jezelf, ik kan helemaal niet zingen. Nee. Dan denken kinderen dat het soms wel is en dan valt het reuze mee. Ja. Maar in principe is het voor iedereen geschikt. Ja. En konden jullie op voorhand al zingen? Heb jij al iets zo gedaan? Noten leren? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee. En jij, Sofie, heb je al gedanst? Nee. Ja, dansen doe ik soms. Ja, doe ik wel. Ja. En is het meegevallen zo? Want jullie zijn al geweest naar het kamp, hè? Was het leuk? Ja. Wat hebben jullie allemaal gedaan? Van alles. Geleerd en al. Hoe geleerd dan? Ja, liedjes geleerd. Liedjes gezongen, ja. En kende je die liedjes op voorhand al? Ja, een paar. Ja, de muziek dan, hè? Want jullie hebben allerlei bekende nummers omgezet dan voor het stuk. Want welk stuk hebben jullie aan elkaar gestoken? Nou, we hebben eigenlijk als leidraad genomen het boek van Annie M. G. Schmid, Minoes. Dat gaat over katten, dus dat is ook een thema wat makkelijk voor kinderen is om in te leven, zeg maar. Kun je ook een hoop dingen mee doen, kun je mooi schminken, kun je gewoon iets leuks doen. Dus dat verhaal hebben we als leidraad genomen en daaromheen, ja, wat hebben we ook weer voor liedje gedaan? Ja, jullie weten het nog beter. Do-re-mi. Oh ja, bijvoorbeeld Do-re-mi uit Sound of Music hebben we gedaan. En bijvoorbeeld ook Mamma Mia uit de musical. Ja. Dus dat hebben we daar een beetje in verweven, zeg maar, zodat het een kloppend verhaal werd. Ja, ja. Zullen we eens naar een stukje kijken? Misschien dat we dat ook herkennen, het nummer dat hier gezongen wordt. Welk nummer is dit? Dat zijn de dingen. Regen op rozen. Regen op rozen. Van de Sound of Music. Van de Sound of Music komt dat ook uit. Hè. Zeg, en kan je dan al die liedjes onthouden? Want dat is toch op korte tijd dat jullie heel veel moeten leren, hè? Ja, maar we krijgen de tekst mee naar huis en dan moeten we daarin studeren. Ja. Dus jullie zijn naar huis gegaan? Elke dag. Maar het is ook mogelijk om er te blijven slapen, hè? Ja. Er zijn, in deze week zijn er 7 kinderen blijven slapen. En de 13 anderen, hadden in totaal 20 kinderen deze week. En de 13 anderen woonden redelijk in de buurt en die werden 's morgens gebracht en 's avonds weer opgehaald. Ja. Jullie willen niet blijven slapen? Wel, volgende keer doen we dat wel. Ja. Dus jullie hebben al 2 nieuwe klanten voor volgende keer. Zeg Bert, je bent ook wel niet van de minsten, hè? Je hebt al wel ook wat ervaring, hè? In de muziekwereld, een muzikale ervaring. Ja. Je bent pas ook naar China geweest. Mm-hmm. Vertel eens. Nou, ik ben eigenlijk 2 jaar geleden uitgenodigd door de organisatie Europe China Foundation. Die zit hier in België. En die organiseerde een benefietconcert voor de slachtoffers van de aardbeving in Sichuan toen. En toen mocht ik mee en heb daar in de Great Hall of the People, dus zeg maar het grootste regeringsgebouw wat er eigenlijk is, heb ik daar op mogen treden. En ja, dat was eigenlijk een unieke ervaring. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik zal denk ik ook nooit meer zoiets nog een keer meemaken. Ja. En daarna ben ik nog wel eens terug geweest, ook om in een exclusieve nachtclub in Beijing op te treden met de Chinese muzikanten. Ja. En ja, dat is een beetje wat ik echt leuk vind. Ik hou van heel diverse dingen. Naast het muziek maken zelf en het muziek maken met kinderen. Dus ja, dat zijn eigenlijk de 2 passies in mijn leven. Ja. Want dat is natuurlijk wel iets heel anders, zo met kinderen werken dan, hè? Dat is iets heel anders, ja. Ja, maar was het een strenge leraar? Nee. Nee? Nee.
Ja, gelukkig. Het zijn de beste vrienden geworden. Is het duur, zo'n kamp, het musicalkamp, als mensen het willen? Kinderen betalen €150 als ze extern zijn. Net als bijvoorbeeld twee kinderen uit één gezin, dan krijgen ze vervolgens ook nog eens €10 korting. Ja. En intern is €225. En dan krijg je, ja, daar zit dus alles in. En wij zijn ook flexibel in de opvangtijden. Ja. Dus ze kunnen om 8 uur al komen en ja, op zijn laatst 6 uur weer opgehaald. Ja, maar mocht dat een keer later zijn, ja, ja, dan kunnen ze wat mij betreft ook gewoon mee eten. Of we zijn niet in die zin heel streng op de regels. Het moet gewoon wel iets leuks en iets goeds zijn. Het is wel de bedoeling dat ze iets leren. En vonden de mama en papa het mooi, de musical op het laatst? Denk het wel. Ja, oké, goed. Heel fijn dat jullie hier waren. Moesten mensen interesse hebben om naar het kamp te komen, waar kunnen ze jullie vinden? Musicalacademie.be. Oké. En daar kunnen ze zich ook inschrijven. Voilà, zo simpel is het. Musicalacademie.be. Als het jou iets lijkt van 23 tot 27 augustus, om dan eens zo'n musicalkamp mee te maken. Hartelijk bedankt en heel veel succes nog in de toekomst. En wij kijken en luisteren naar...